Ik denk dat voor mij mijn hart mijn grootste angst was. Echt, als je zwaar aan het kuren bent, heb je soms wel momenten dat je denkt van, ja, ik zou zo goed even nu zo dadelijk dood neer kunnen vallen. Honderdduizenden mannen en vrouwen in Nederland gebruiken anabole steroïden. Deze chemische varianten van testosteron bootsen de werking van dit mannelijke hormoon na. Anabolen zijn in eerste instantie bedoeld als medicijnen voor mensen die tekort aan testosteron hebben. Maar de meeste gebruikers, waaronder Nick en Tom, kiezen voor pillen en injecties van de zwarte markt om gespierder te worden. Iedereen om me heen was gewoon keibreed. En daar kan je niet mee vergelijken, want dat doe ik nu nog steeds wel. Dus dan zie ik iemand in een dikke Mercedes rondrijden die 30, 35, 40 is. En dan denk ik van ja, dat wil ik ook. Maar ja, ik ben net 25. Elektromonteur Tom woont samen met zijn vriendin en dochtertje in Den Bosch. Hij gebruikte van zijn 18e tot 24e anabolen. Tom stopte anderhalf jaar geleden met intensief sporten en anabolen omdat hij vader wilde worden. Maar inmiddels ligt zijn nieuwe kuurtje alweer klaar. Ik heb die overstap heel snel gemaakt. Ik denk wel binnen een half jaar al. Waarom? Ik heb geen geduld. Als je gewoon sport zonder anabolen, ja, dan duurt het echt maanden voordat je echt een beetje verandering gaat zien. In mijn eerste kuurtje ben ik misschien 15 kilo aangekomen of zo. Ja, dat is niet normaal. Dat lukt niet zonder anabolen. Ja, en dat is gewoon een verslaving. Je ziet jezelf zo goed veranderen en het geeft gewoon heel veel zekerheid. En je zit lekkerder in je vel. Meestal wat mij aan de bodybuilder trok, het maximale uit je lichaam halen. Je kunt jezelf zo ver pushen. Het was gewoon echt de passie voor de sport. Oud bodybuilder Nick startte op zijn 24ste met anabolen. Hij vertelt zijn verhaal anoniem, omdat hij niet wil dat mensen weten van zijn gebruik. Toen ik begon met fitness überhaupt, toen woog ik in de 70 kilo. Heb ik eerst naturel dus wel echt heel veel kilo's al aan kunnen komen. Ik ben op de 90 uitgekomen. Dat is puur door dieet en jaren doortrainen. En het was ook mijn doel om zo groot mogelijk eerst zo te worden. Ik heb natuurlijk altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik dan, als ik wedstrijden zou willen doen, dat het uiteindelijk toch zou moeten kuren. Maar als je gaat bodybuilden zonder te gebruiken, dan duurt het gewoon nog veel langer. Je kunt sowieso, als je zoveel jaren hebt getraind, tot een bepaald fysiek komen. En dan als je dan het uiterste uit hebt gehaald, dan moet je toch gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk altijd gepest geweest op de basisschool, middelbare school ook. Nooit echt vrienden gehad, nooit een vriendengroep gehad. Ja, ze moesten altijd mij hebben, om het zo te zeggen. Ze wisten dat ik nooit iets terug zei of terug deed. Ik denk gewoon omdat ik anders was als de rest. Ik deed gewoon altijd wat ik zelf zin in had. Als ik vroeger met een broekketting rond wilde lopen, liep ik met een broekketting rond. Dan vond ik stoer. Natuurlijk doet dat heel veel met je, want op een gegeven moment was dat zelfs zo ver. Want onze mam die werkt in de buurt bij school. Dat ik gewoon een keer in mijn pauze erheen ben gereden, gewoon helemaal overstuur van waarom leef ik nog? Ja, ik heb er helemaal geen zin meer in, om het zo te zeggen. Vroeger, voordat ik deed sporten, was het echt dun, heel dun. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. En sinds ik nu sporten, dan kijk ik steeds meer tevreden naar mezelf. En hoe groter ik word, hoe meer tevreden ik ben. Niet alleen Tom is ontevreden over zijn lichaam. In een onderzoek van Drie Vraagt geeft de helft van de mannen aan minder gespierd te zijn dan ze zouden willen. Hoe vond je het vroeger om in de spiegel te kijken? Confronterend. Ik vond het altijd lastig om alles heel bezig en lang en dun te blijven. Ik denk dat de laatste jaren meer onzeker ben geworden over hoe anderen mij zien. Vooral ook omdat ik veel groter ben geweest. Dat mensen over mij denken van, hij is echt klein, bijvoorbeeld. En ze zien niet eens dat ik sport of zo. Ik denk dat dat is ook het stukje bodybuilding, dat je altijd meer of beter wil. Dat is ook de top. Je zou zeggen van, ja, maar ik wil toch dit nog beter of dat. Dat is ook eens een vorm van onzekerheid die daar meespeelt. Ik bedoel, ja, als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik soms nog de Nick van 6 jaar geleden. Terwijl dat absoluut niet zo is. Diederik werkt bij de Anabole Poli in Tilburg. Hij geeft informatie en advies aan gebruikers en oud-gebruikers van anabolen met klachten. Anabolen zijn vormen van testosteron. Testosteron zelf is een anaboolmiddel en komt natuurlijk als hormoon van nature voor in het menselijk lichaam. Maar er zijn ook heel veel afgeleiden gemaakt van testosteron. Met als poging om het effect van testosteron sterker te maken, zoals nandrolon en trenbolon. En die allemaal ongeveer hetzelfde doel hebben. Het wordt primair door de meeste mensen gebruikt om de prestaties in de sportschool bij het krachtsport te versterken en te vergroten. Testosteron werkt op deze manier doordat het een signaal geeft aan spiercellen om te vergroten en om als reactie op krachtsport ook meer aan te zetten. Dus dat is ook het hele idee van het anabole gebruik, dat als je maar een hele hoge hoeveelheid testosteron
in je lichaam krijgt, ofwel via tabletten ofwel via injecties, dat die spierversterkende eigenschappen dan ook toenemen. Kijk, het is gewoon pilvorm, gewoon niet veel raarder dan andere pillen. Dan heb ik hier testosteron liggen, masteron en trenbolon. En daar zit eigenlijk gewoon in vials. Kijk, en daar zit gewoon die olie in. Dit spuit je dan? En dit spuit je dan in. Op mijn 18e ben ik met zusternon begonnen. Dat was ook via een maatje die had mij dat gezegd dat ik dat het best als eerst kon gaan gebruiken. Toen heb ik al nagekuurd en daarna ben ik aan de deca en testosteron begonnen. En daarna heb ik eigenlijk nog wel veel meer gebruikt. Ik heb nog trenbolon gebruikt, masteron heb ik gebruikt en eigenlijk altijd gewoon testosteron gezet. Als je erover nadenkt, kijk, alles gaat zo snel. Ja, je hebt niet echt door wat je eigenlijk allemaal naar binnen werkt. Als je dan allemaal bij elkaar optelt en voor hoe lang, ja, is gewoon keiveel. Ja, de grootste positieve bijwerking van anabolen, dat is echt gewoon het groeien en het, of het vet verliezen of het spiergroei. Dat is ook de reden waarom je het doet. Niemand die jou dan nog een keer, weet ik wat, uitscheldt, dat doen ze gewoon niet. En dan merk je dat je een beetje in een andere groep komt, die allemaal groot zijn en zo. Ja, dan word je gewoon minder snel gepest of eigenlijk niet gepest. En anders, ja, je durft sneller iets terug te doen of iets terug te zeggen. Ik had echt een gruwelijke pomp. Tijdens het trainen, het was echt, ja, echt heerlijk. Ook na het trainen, je bleef hard. Je spieren bleven hard. Je focus, een hele goede focus. Je zit gewoon lekkerder in je vel, je bent meer energiek. Het is misschien een soort gevoel van wat je van drugs hebt. Je voelt je gewoon fijn. Ondanks dat je er ontzettend hard voor moet werken, krijg je natuurlijk wel snellere resultaten voor je werk. Dat is ook heel erg verslavend. Dit is de naald waarmee ik wil injecteren. Dit is een insulinenaald. Die zijn fijner om te gebruiken. Dit is Susternon 250. Zoeken. Hier wel. Anabolen injecteren kan levensbedreigende risico's hebben, weet Tom. Zo is het heel belangrijk om tijdens het injecteren de zuiger van de spuit terug te trekken om te controleren of je geen bloedvat hebt geraakt. De winkel waar ik mijn anabolen heb gehaald, die eigenaar die zei van nou, als je in je kont spuit hoef je niet per se terug te trekken. Ja, kan niks fout gaan. Nou, ik eerst volgende keer. Ik zonder terug te trekken in mijn bil gespoten. Nou, meteen in mijn bloedbaan terecht en dan krijg je gewoon die olie die je dan inspuiten krijg je in je longen terecht. En dan moet je dus heel erg hoesten, zweten. Ik had een beetje doodervaring. Ik dacht echt van, ja, kut, wat gebeurt er nu? Toen heb ik hem meteen opgebeld van, wat is er aan de hand? Hij zei, ja, dat is normaal, dat hoort erbij. Heb ik ook wel eens. Ik zei, nou, fijn dat je dat van tevoren even hebt gezegd. Maar ik heb het nooit meer zo gedaan. Ik heb altijd gewoon teruggetrokken en weten dat er niet in bloed zit. Gebruikers zijn matig op de hoogte van de risico's van anabole steroïden. Ze lezen zich vaak wel goed in, maar ze lezen zich in op de fora en op de websites waar de informatie staat van mensen die niet per se een medische of wetenschappelijke achtergrond hebben. Dus die klopt niet altijd. Dus als wij er niet waren, dan hebben die mensen geen serieuze toegang tot de medische zorg met hun problematiek die hieraan gerelateerd is. En dan krijg je dus sneller dat ze zelf maar een beetje gaan aanklungelen. Toen ik deken heb gezet, had ik qua negatieve effecten heel erg dat tijdens de seks dat je hem gewoon niet meer omhoog krijgt. Dat noemen ze een deka dik, om het even zo te zeggen. En dat is niet fijn. Als je dat hebt als man zijnde, dat voel je niet mannelijk door en daar word je ook onzeker van. Je ballen worden klein, je transpireert veel meer. Ja, als je echt al wat hoger zit, dan heb je dus ook echt wel momenten dat je sneller buiten adem bent, veel vocht vasthoudt. Ik heb ook echt momenten gehad dat ik een trap opliep. Dat gewoon boven buiten adem was. Van de tren heb ik heel erg gehad de gynovorming, de borstvorming. Het is heel gevoelig, doet heel veel pijn. Het is echt een schijf onder je tepel. Het is, als je erop knijpt, je voelt echt een schijf zitten. Je bent gewoon trager, je denkt trager. Ik snap wel dat ze dan zeggen van, de domme anabol. Want ja, ik bedoel, soms hou je gewoon een hoop vocht vast en dan word je echt niet intelligenter op. En onvruchtbaarheid is het grootste negatieve effect dat ik heb gehad. Gewoon het niet kunnen krijgen van een kindje. Je hart moet gewoon hard werken en je voelt gewoon soms hartkloppingen. Echt als je zwaar aan het kuren bent, heb je soms wel momenten dat je denkt van ja, ik zou zo goed even nu zo dadelijk dood neer kunnen vallen. Het is mij meer waard om een beter lichaam te hebben dan dat ik wat bijwerkingen krijg. In het reguliere medisch circuit is weinig kennis over anabolen. In Nederland wordt door het ministerie van Volksgezondheid en de dopingautoriteit nu vooral ingezet op het voorkomen van anabolengebruik. Diederik ziet liever een andere aanpak. Mannen die gebruiken, dat is nou eenmaal zo, maar geef ze dan in ieder geval wel de handvatten, het advies en de kennis
om die middelen zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Natuurlijk het meest verantwoorde gebruik is niet gebruiken, maar ze doen het nou eenmaal. Dus dan kan je ze maar beter informeren over hoe je het dan veiliger kan doen. En we hebben dit ook wel in medisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek onderzocht. En dit lijkt een hele effectieve strategie te zijn waarbij ze 3/4 minder anabole steroïden gebruiken dan wanneer je ze gewoon hun gang laat gaan. Anabolen onderdrukken de natuurlijke testosteronproductie en kunnen daardoor zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen. Tom had hier ook last van. 3 maanden nadat hij gestopt was met kuren, kwam zijn zaadproductie weer op gang. Natuurlijk heb je dan in je achterhoofd de negatieve effecten. Maar ja, daar ben ik nooit zo echt veel mee bezig geweest. Het is niet echt van, oh ja, dat kan er gebeuren, dan doe ik het maar niet. Ik doe het dan liever en zie dan wel wat de gevolgen zijn. Misschien een beetje een eigenschap van mij wat niet altijd heel fijn is, maar ja, zo ben ik. Binnenkort start de kerstverse vader weer met anabolen. Deze keer zal hij goed letten op het afbouwen van zijn gebruik door na te kuren. Hierdoor kan zijn eigen testosteronproductie sneller herstellen. Qua familie zegt iedereen dat ik het niet moet doen. En, maar ja, ik ben ook koppig en ik doe toch wel wat ik wil. Ik zal niemand doen hoe ik eerst heb gedaan. Dus ik zal niet weer jarenlang achter elkaar testosteron gaan zetten. Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou nou wel gewoon een kuurtje pakken, gewoon nakuren, dat mijn lichaam weer hersteld is. Voor als we nog een keer een tweede willen. Ja, dan zit je misschien max 2 kuurtjes in het jaar in plaats van constant. Toen ik 4 jaar lang achter elkaar gekuurd had en daarna gestopt was, ja, zat ik zo erg in een dipje. En was ik zo, nou, depressief wil ik niet zeggen, maar wel richting het depressieve aan. Gewoon zo, ook emotioneel en zo. Ik was gewoon echt labiel toen. Ik kon toen echt helemaal niks hebben. Want je hebt gewoon in één keer testosteron, je voelt je een man. En in één keer heb je dan gewoon bijna geen testosteron meer. Ja, dat verandert gewoon heel veel. En dat was voor mijn vriendin ook helemaal niet leuk. Dus dat is ook gewoon een reden waarom ik het nou anders zou doen. Nick gebruikte 6 jaar anabolen van de zwarte markt. Toen hij vruchtbaarheidsproblemen had, kwam hij bij Diederik terecht. Sindsdien injecteert Nick alleen nog maar lage doseringen van testosteron op recept van Diederik. Want over farmaceutische anabolen is meer bekend over de werking en risico's dan van illegale varianten. Een van de voorwaarden van Diederik was dus om te stoppen met zwarte marktspul. En dan zou hij mij aan de farmaceutische testosteron zetten. Dat was wel even slikken. Ja, omdat je al zo lang hebt gekuurd en ja, ook vooral de positieve gedeeltes ervan los moet laten. Door anabolen is Nick's eigen testosteronproductie verstoord. Stoppen heeft daarom heftige gevolgen. En dat gaat gewoon gepaard met een enorm verminderde kwaliteit van leven. Denk gewoon aan nog veel meer vermoeidheid, niet goed in je vel zitten. Je libido zal sterk verminderd zijn of misschien gewoon wegblijven. Misschien wel tot erectieproblemen. Niet allemaal in die extreme mate, maar allemaal wel zeker aanwezig. Ja, dat wordt dan chronisch. En een gebrek aan testosteron op de lange termijn geeft ook meer hart- en vaatproblemen. Geeft botontkalking, geeft meer risico op psychische aandoeningen. Burn-outs, depressiviteit. Dus het niet behandelen van een testosterontekort, dat is echt fout. Ondanks dat honderdduizenden mensen anabolen gebruiken, spreken er maar weinig openlijk over hun ervaring. Mijn persoonlijke kring zijn toch vrij weinig mensen die weten van mijn gebruik. En dat wil ik eigenlijk ook zo laten. Ik wil eigenlijk eerlijk zijn. Maar je kan het niet omdat je weet dat er geen begrip voor is. Kijk, mensen zien niet hoe gedisciplineerd je bent met je voeding, met je tijdsbesteding, hoeveel geld het allemaal kost. En zien ook überhaupt de liefde voor de sport gewoon niet. Daarom zeg je het gewoon niet, want je hebt gewoon geen zin in die eindeloze discussies met mensen die daar helemaal geen fuck verstand van hebben. Ik ben altijd eerlijk geweest tegen iedereen. Ik wil niet dat mensen zien dat ik zo snel of dat ik gespierd word. En dan denken dat het allemaal gewoon maar natuurlijk is. Dat vind ik niet eerlijk, want er zijn heel veel mensen die keigroot zijn, keigespierd zijn en blijven volhouden dat ze nooit anabolen hebben gebruikt. En vandaar ook dat ik nu mijn verhaal hier doe. En ik wil gewoon dat mensen weten hoe het ook zit, want er zijn weinig mensen die erover praten. Wie even een snel kuurtje wil pakken voor een heet zomerlijf, komt bedrogen uit. Als je niet de passie hebt om te gaan bodybuilden en dan ook serieus te gaan bodybuilden, blijf van de zooi af. Het is het niet waard. Als je pech hebt de rest van je leven, zit je eraan vast. Je gezondheid is veel belangrijker dan het fysiek wat je nu in je hoofd hebt. Als je daar als een oud opaatje van 80 rondloopt en je haalt het 80 niet eens omdat je zoveel anabolen hebt gebruikt, voor niks, dan is het ook gewoon zonde voor je naasten. Je had er veel langer van je kunnen genieten. Ik zal nooit tevreden zijn, denk ik. Nee.
Het zal altijd beter kunnen en altijd mooier kunnen. Nu was mijn doel om een mooi kindje te hebben, dat is nou gelukt. Dus ik heb het sport een beetje achtergelaten. En dadelijk als alles achter de rug is, dan is het gewoon weer flink sport. En dan is mijn doel om nog groter te worden en weer droger te worden. Nou, ik heb altijd wel eens gezegd, ik hoop dat ik een keer een reunie krijg van de middelbare school. Dat ik een keer kan laten zien hoe goed leven ik heb. Want ik heb nu sinds 3 jaar een vriendin. Ik heb samen een huisje gekocht met haar. Ik heb nu een mooie dochter, 2 leuke hondjes rondlopen. Ja, ik heb het keigoed voor elkaar. En ik denk dat er weinig mensen zijn die dat op deze leeftijd al zo goed voor elkaar hebben.